Als je nog wilt genieten van het rustige en droge najaarsweer, bijvoorbeeld voor een fietstocht, moet je er deze woensdagmiddag snel bij zijn. Want de komende dagen krijgen we met een ander weertype te maken. En die weersomslag konden we vanochtend al een klein beetje zien aankomen aan de wolkenlucht. Want er waren van die sluierwolken zichtbaar met van die mooie veerachtige structuren. Maar dat is vaak wel een aankondiging van die weersomslag die eraan zit te komen. En op het satellietbeeld zien we die vanuit het westen ook naderen. Vanochtend vroeg boven ons land dus nog die hoge sluierwolken. Maar boven de Noordzee en boven Groot-Brittannië zien we een band met dikkere bewolking. En daar komt ook neerslag bij kijken. En dat gaat de komende uren steeds verder richting ons land trekken. Vanmiddag hebben we dus nog die afwisseling van zonneschijn en sluierwolken. Vooral in het oosten van het land blijft het langst zonnig. Ook in het zuiden van het land nog wel flink wat ruimte voor de zon. Daar ook de hoogste temperaturen, zo'n 15 of 16 graden. Niet al te veel wind, een zwakke wind uit zuidelijke richting. Maar in de loop van de middag gaat vanuit het westen die hoge bewolking steeds dikker worden. Komt de zon daar met meer moeite doorheen. En de wind trekt aan zee ook wat aan, wordt matig uit zuidwestelijke richting. Vanavond en komende nacht wordt de bewolking steeds dikker en komt dat regenbandje dichterbij. En hier aan het begin van de nacht zien we hoe het in het westen begint te regenen. En donderdagochtend in het groot deel van het land periode van regen. En daarna komen er ook nog wel een paar losse buien tot ontwikkeling. Dan nog heel eventjes terug naar de nacht van woensdag op donderdag. In het oosten van het land is het dan eerst nog droog. Met die toename aan bewolking heel af en toe nog een opklaring. Daar dan ook de laagste temperaturen, zo'n 7 tot 9 graden. En in het westen van het land begint het dan in de loop van de nacht te regenen. En daar ligt de temperatuur zo rond 10 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen hebben we dan vooral in de ochtend met die regenachtige periode te maken. Vaak ook een hardnekkige laag bewolking waar de zon dan met moeite maar doorheen komt. En daarna begint het wel wat op te klaren, maar komen er ook weer losse buien tot ontwikkeling. Dus ik geef het westen en het midden van het land de grootste kans op nog een beetje zonneschijn. En vergeleken met de voorgaande dagen staat er ook meer wind. Een matige wind, windkracht 3 of 4 uit zuidwestelijke richting. En de temperatuur ligt dan zo tussen de 14 en 16 graden. Afhankelijk van of het droog is en of de zon schijnt of dat het bewolkt is. En als het regent, als de zon in het binnenland nog even doorbreekt aan het einde van de middag, kan het daar nog net even een graadje warmer worden. Dat wisselvallige weertype houden we vervolgens vast, want ook vrijdag is er nog redelijk wat wind in het weerbeeld aanwezig. Ook dan een matige wind uit het zuidwesten of westen. Verspreid over het land komen buien tot ontwikkeling, maar tussen die buien door ook wel ruimte voor de zon. En de temperatuur komt dan ongeveer op een vergelijkbaar niveau uit, 's middags zo'n 16 graden. En ook tijdens het weekend staat wisselvallig weer op het programma. Buien, zonnige momenten en ook een aanhoudende westelijke windrichting.